De Surinaamse regering heeft Guyana toestemming verleend om te vissen in de Surinaamse wateren, met name de Corentijnrivier. Deze toestemming is echter in strijd met onder andere de zeevisserijwet. NDP-parlementariër Rabin Permisser luidde de klok gisteren tijdens de behandeling van de muntwet door het parlement. Permisser is verontwaardigd over deze handeling die naar zijn zeggen niet het nationaal belang is. Ik vraag u en de uw dringende aandacht voor wat ik uit de media van buurland Guyana heb vernomen. Daar heeft de minister van Landbouw, Zulfikar Mustafa, aangegeven dat met onze regering afgesproken is en overeenstemming is bereikt dat Guyanese vissers in de Corentijnrivier in de Surinaamse wateren mogen vissen. En dat is een understanding en daar zal vergunning voor uitgegeven worden. Dat is één. Twee, voorzitter, als dit zo mocht zijn, dan strookt het niet met relevante wetten van ons land. Namelijk de zeevisserijwet, de wet maritieme zone en de wet instelling kunstwacht. Permisser wees het parlement en de regering erop dat Suriname reeds in een grensconflict met Guyana zit. Deze handeling van de regering kan dan ook verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. En het is vele malen erger en diepgaander. Hoe kunnen wij in onze wateren, de hele Corentijnrivier, de wateren behoren aan ons toe? En sorry voor de stemverheffing, want het gaat om een nationale zaak. Via loopholes, allerlei kunstgrepen en noem maar op. En de minister Zulfikar heeft daarover gesproken dat er daarover communicatie is geweest met zijn collega. De naam van de president is daarbij genoemd. Onze president is daarbij genoemd. Het is een verstrekkend, niet alleen ten aanzien van onze wetten, ten aanzien van onze nationaal grondgebied, grenskwestie met Guyana. En zeker ook meenemend, onze eigen vissers, die jarenlang zoveel vragen naar meer vergunningen. En omdat er sprake is van overbevissing, dan geven we geen vergunning in de... Let u op de tijd. Assembleelid van de NDP, Rabin Permisser, gisteren in het parlement. Hij is verontwaardigd dat de regering Guyana toestemming heeft verleend om te vissen in Surinaamse wateren.